minister van Justitie en Veiligheid geeft een korte toelichting over de actuele coronabesmettingscijfers. Hij zal dat kort doen en aansluitend is er ook kort de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het woord is aan de minister. Dank u wel. Dames en heren, het coronavirus is nog steeds onder ons. Het aantal besmettingen neemt toe. En we zien dat op diverse plekken in het land. Ook in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En de rode draad in de vastgestelde besmetting is telkens grote groepen mensen bij elkaar zonder anderhalve meter afstand te houden. En laat ik er duidelijk over zijn. Het is geen goede ontwikkeling. De stijging van het aantal coronabesmettingen is een waarschuwing. Het is een stroomstoot die ons alert moet houden. Er is op dit moment geen reden voor strengere maatregelen. Maar dit is wel een overduidelijk teken dat we ons allemaal beter aan de basisregels moeten houden. En ik herhaal ze. Houd anderhalve meter afstand. Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, hoesten of verhoging van temperatuur en laat u testen. Vermijd drukte. Werk zoveel mogelijk thuis en was uw handen helemaal stuk. Op 1 juli konden we als kabinet de maatregelen versoepelen. Omdat we in Nederland met z'n allen ons stinkende best hebben gedaan om het coronavirus onder controle te krijgen. En die versoepeling was de verdienste van 17 miljoen Nederlanders, omdat we allemaal onze verantwoordelijkheid namen. Omdat we ons allemaal aan de basisregels hielden. En dat moeten we blijven doen. Ook als u denkt dat u niet veel kans loopt om ziek te worden. Doe het dan voor een ander, voor de kwetsbaren. En wie weet, toch voor uzelf. Nu het aantal besmettingen weer stijgt, moeten we extra waakzaam zijn. En onze verantwoordelijkheid blijven nemen. En zojuist hebben de lokale GGD's nog een oproep gedaan. Houd je aan de maatregelen en laat je testen. Zorg dat je gedrag niet verslapt. Ook niet als u deze komen gezellig op een strand zit, met uw kinderen een pretpark bezoekt of een goed glas wijn bestelt op een terras. U wilt dat toch blijven doen? Houd u dan aan de regels. En we houden als kabinet uiteraard een vinger aan de pols. Daar heb ik ook vanmiddag uitgebreid over gesproken met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls. Als we met z'n allen onverhoopt toch weer de drukte opzoeken, niet die anderhalve meter houden, dan kan het zomaar zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen en dat te drukke stranden, parken of winkelstraten weer moeten sluiten. Dat heeft negatieve gevolgen voor onszelf, voor ons leven. Maar vooral ook voor ondernemers, winkeliers, mensen die in de horeca werken. Laten we het vooral niet zo ver laten komen en ervoor zorgen dat we met de basisregels in ons achterhoofd gewoon kunnen genieten van dat strand, van dat park of van dat terras. Dat kan alleen samen, want alleen dan houden we dat coronavirus onder controle. Dank u wel. Meneer Grapperhaus, waarom kiest u er nu niet al voor om bijvoorbeeld mondkapjes te verplichten op drukke plekken, zoals ze in andere landen wel doen? Weet u, wij hebben heel duidelijke adviezen gekregen van het Outbreak Management Team en het RIVM. Die adviezen volgen wij. En daar is gewoon heel duidelijk gebleken dat die anderhalve meter en die hygiëne met de handen in de afgelopen maanden enorm goed hebben gewerkt. We hebben met z'n allen echt die besmettingscurve helemaal omlaag gekregen. Dat is wat we moeten doen. En het OMT en het RIVM benadrukken ook, dat zijn de regels die het beste helpen. Maar ja, mensen houden zich niet altijd aan die anderhalve meter regel. Is het dan toch niet een idee om toch mondkapjes te doen op drukke plekken? Weet u, die anderhalve meter regel, daar blijf ik iedere keer weer van zeggen, daar moeten we ons aan houden. En daar doe ik ook geen concessies in. Zorg nou dat je op straat altijd, overal waar je bent, die anderhalve meter houdt. En die andere regels die ik genoemd heb, die echt overzichtelijk zijn. En het is zo dat je ook
als je dit advies in acht neemt, ervoor zorgt dat je meehelpt om dat coronavirus helemaal weg te krijgen. Laten we aan die anderhalve meter regel geen concessies doen. En blijft u het monitoren op lokale uitbraken met lokale maatregelen? Of kan het zo zijn dat als er volgende week bijvoorbeeld weer een verdubbeling is van de cijfers, dat er dan landelijke maatregelen komen? Ik begin er nog steeds mee te zeggen dat ik vind dat wij zijn toch een sterk land. Wij moeten het kunnen opbrengen met elkaar, met die 17 miljoen, om met deze regels, ook na die versoepeling van 1 juli, gewoon ervoor te zorgen dat het weer helemaal de goede kant op gaat met die besmettingen. Dat is één. Twee, het kan zijn dat er op enig moment lokaal maatregelen nodig zijn. We sluiten ook niet uit dat dat meer regionaal zou zijn. En laten we toch echt er met z'n allen voor zorgen dat dat niet landelijk nodig is. Maar stel dat er volgende week weer een verdubbeling is van de cijfers? Nou, zo eenvoudig is het niet. Kijk, we hebben een heel goed werkend dashboard ontworpen, waarop zeer verschillende aspecten heel duidelijk van dag tot dag voor ons zichtbaar zijn. Denkt u aan de IC-opname, de ziekenhuisopname, aantal besmettingen, wat gebeurt er per regio. En dat dashboard is voor ons van dag tot dag een leidraad. Dat kan als we echt op deze manier doorgaan en ons gedrag niet weer, laat ik zeggen, aanscherpen, ja, dan kan dat op enig moment tot de conclusie leiden dat we veel strenger moeten gaan handhaven, terwijl we het nou juist zo goed deden op basis van heel veel vrijwilligheid van mensen. En laten we echt niet in de situatie komen dat we moeten gaan overwegen om toch weer de maatregelen strenger te maken. Ik zou dat echt zonde vinden als u ziet hoe ver we met elkaar gekomen zijn in die drie maanden. Moeten we dit zien als een laatste waarschuwing, uw oproep? Ik vind dat u dit echt als een hele ernstige waarschuwing moet zien aan iedereen die denkt, ach, het kan wel. Nee mensen, het kan niet. Dit virus, ben ik vandaag begonnen, is nog onder ons. Het is een levensgevaarlijk virus. We hebben echt, en met elkaar, met die maatregelen die echt ontzettend goed zijn nageleefd, waar een groot draagvlak voor bestond, hebben we echt heel veel bereikt. En dat moeten we nu door, ja, ik zeg het toch maar hard weer, door verslapping in ons gedrag gaan prijsgeven. Dat moeten we niet doen. Ondernemers vrezen een nieuwe lockdown. Ouderen zijn bang voor hun gezondheid. En u komt met een oproep. Schiet u niet tekort? Nou, ik zal u dit vertellen. Ik heb ook begrepen dat ondernemers, dat bijvoorbeeld het MKB ook zelf nog met een oproep zal komen. En dat vind ik enorm te prijzen. Want ik denk dat het heel goed is dat ook ondernemers, ondernemersverenigingen hier meehelpen. We moeten dit met elkaar doen. Ik vind nog steeds, dat heb ik steeds in deze crisis ongeveer iedere maandag naar het Veiligheidsberaad gezegd, complimenten voor de Nederlandse bevolking, hoe goed men zich eraan hield. En dan vind ik dat ik ook voor de camera's moet gaan staan als ik constateer dat men zich er minder goed aan houdt. En dan moet ik de mensen in het gezicht kijken en zeggen, mensen, we moeten ons gedrag met z'n allen echt verbeteren, want anders gaat het de foute kant op en komen we straks misschien weer in een situatie die we nou juist niet meer terug willen. Toch gaat u niet steviger handhaven, toch gaat u geen mondkapjes verbieden. Is dit niet wat de Kamer ook zegt, een gebrek aan urgentie? U kunt toch ook veel preciezere maatregelen nemen, bijvoorbeeld onder jongeren, in de horeca? We hebben natuurlijk nog steeds, vergist u zich daar niet in, heel precieze maatregelen. Ik kan me herinneren dat ik in een eerder stadium ook wel eens van u de vraag, of van een van de mensen de vraag heb gekregen, die maatregelen zijn die soms niet te ingewikkeld. Nee, dat zijn ze niet. Het zijn echt precieze maatregelen die we hebben getroffen, juist om in de goede situatie, zoals bijvoorbeeld in de horeca of op een terras of weer in een bioscoop, de juiste situatie te creëren met inachtneming van die hoofdregels. Anderhalve meter afstand, geen drukte, thuisblijven bij klachten. En nou, u kent ze. En dat is waar we echt op door moeten. U zegt, we gaan niet strenger handhaven. Er wordt op dit moment goed gehandhaafd. Maar we zullen als mensen niet gewoon zeggen, we moeten echt weer even heel goed opletten, ja, dan kom je op een punt dat je dat echt strenger moet gaan oppakken. En ik vind nog steeds, als wij als bevolking met zo'n groot aantal mensen, 17 miljoen de afgelopen maanden, dit
hebben bereikt. Wat we hebben bereikt, dat die curve echt op een geweldige manier helemaal zo omlaag is gegaan. Dan moeten we het ook kunnen opbrengen om na zo'n waarschuwing van mij namens het kabinet ook echt weer te zeggen, ja, we pakken dat ook weer op. Laten we dat nou doen. U benoemde een van de risico's heel precies. De besmettingen komen bij samenkomsten van grote groepen. Moet daar dan niet harder op opgetreden worden, zoals ook eerder in de coronacrisis is gebeurd, door parken te ontruimen, feestjes te verbieden, dat soort zaken? Nou, weet u, in de begintijd was het heel duidelijk dat mensen ook moesten wennen aan die nieuwe situatie. Ik bedoel, ik zelf als Nederlander moest ook ineens een aantal dingen helemaal omschakelen. Net als iedereen hier aanwezig en iedereen die nu kijkt. Op enig moment zag je dat mensen daar toch ook in het ritme van de maatregelen kwamen. Zeer te waarderen, zo ook echt met 90% werd het allemaal opgevolgd. We zien nu dat dat afneemt en dat mensen eigenlijk daar soms zelfs laconiek of afwijzend tegenover doen. Een reden om in te grijpen, zou ik zeggen. En dan zeg ik, ja, maar weet u, ik waarschuw, u zei dat terecht, ik waarschuw heel duidelijk. En ik vind mensen, herpak je gedrag van die vorige maanden. Er is nu meer mogelijk. Er zijn terrassen open. Je kunt naar de bioscoop, je kunt naar het strand, je kunt allerlei dingen doen. Maar hou die regels nou in acht, want anders... Want anders? Nou ja, dan gaat de ontwikkeling, hoop ik niet, maar dan zou die verder de verkeerde kant op kunnen gaan. En dan krijg je op enig moment toch dat je voor het moment komt, moeten we niet strengere maatregelen weer gaan doen. Ja, en dan moeten we gaan handhaven. En de vraag is, moeten we nu niet gaan handhaven? Nee, dat is de vraag, denk ik. Ja, maar ik had al geantwoord, toen zei ik al tegen u, er wordt nu gehandhaafd. Op enig moment ga je zeggen, we gaan strenger handhaven. En dan gaan we weer meer mensen eerder een bon geven, om het zo maar te zeggen. En dan ga je ook echt nadenken, ja, moeten we dan niet, als het op deze manier met deze versoepelde maatregelen toch niet zo gaat als het zou moeten gaan, moeten we dan niet gaan verstrengen. En ik vind, daarom ook deze oproep, ik vind dat we dat met elkaar moeten voorkomen. Dat is toch, ik zou bijna zeggen, beneden de stand van de Nederlanders dat het zover zou moeten komen. Maar ik stel u deze vragen ook in deze toon, omdat de Tweede Kamer vindt dat u te zeer verslapt. Nou, ik heb gehoord dat er mensen zijn in de Tweede Kamer die zich zorgen maken over de mate van urgentie. Terecht, wij zijn, denk ik, toch? Nou, nee, dat is niet terecht. Wij zijn dagelijks als kernkabinet met elkaar in contact. We bekijken ook, zei ik u al, dagelijks die monitor. Ik sta hier omdat wij met elkaar op enig moment vaststelden, we moeten nu nog eens heel duidelijk een rood uitroepteken neerzetten, zoals u dat net zei. Ernstige waarschuwing, mensen, scherp je gedrag aan, want dat hebben we nodig met elkaar om dat virus te bestrijden. En dat is niet omdat ik zo nodig iets moet, maar dat is omdat we als maatschappij dat virus moeten bestrijden. Ja, een laatste kans voor de volksgezondheid dus, maar ook een laatste kans om steviger maatregelen te voorkomen. Ik vind het een heel duidelijk een waarschuwing aan iedereen. Denk er nou om, we willen toch met elkaar in deze zomer, met meer mogelijkheden door de versoepelde maatregelen, om op een terras te gaan zitten, in een park, in een pretpark en dergelijke. Mensen, laten we dat nou niet verpesten doordat we ons gedrag verslappen. Hou nou vast aan die regels, want die zijn toch echt overzichtelijk. Meneer Grapphuis, deelt u de analyse van een aantal virologen die ik vandaag in de media hoorde dat we in augustus, dus eigenlijk over 2 weken... al midden in een tweede golf kunnen zitten met dezelfde soort ziekenhuisopnames als een paar maanden geleden? Nou, weet u, ik ben geen viroloog. Dus het is voor mij niet mogelijk om een mening van virologen te gaan delen. Iets anders is dat wij zeer nauwlettend op dat dashboard kijken. En tegelijkertijd, u weet, wij worden uiterst deskundig geadviseerd door het Outbreak Management Team. En daar blijven we ook heel consistent in. Betekent dat u rekening houdt met een nieuwe uitbraak, massale ziekenhuisopnames in de maand augustus? Op dit moment ontwikkelt het zich zo, dat heeft u kunnen zien, dat er een zekere stijging is van de besmettingen. Ik roep op dat iedereen echt weer zijn gedrag aanscherpt. En als het zo is, dat er werkelijk
nou, laat ik zeggen, zorgwekkende ontwikkelingen zijn, dan zullen wij ook echt daar heel tijdig door het OMT bij betrokken worden. Of zullen wij hen erbij betrekken. En daar hebben we dat dashboard ook voor. Is het niet riskant om zo in te zetten op de hoop dat mensen hun gedrag aanpassen? Dat is ook in veel situaties praktisch onmogelijk om die 1,5 meter afstand vol te kunnen houden. Zeker als je in Amsterdam gewoon over straat loopt. Dat, nou, ik ben dat niet met u eens. Dus daar verschillen we dan al van mening. Ik denk dat op elke straat in Nederland kan iedereen, en trouwens ook in heel veel binnenruimtes, kan iedereen 1,5 meter uittellen. En die 1,5 meter ook echt in acht nemen. Dus er is geen enkele reden, en daar ben ik ook heel, laat ik zeggen, koersvast in. Geen concessie mensen op die 1,5 meter. Want alles laat zien dat dat een van de belangrijkste, mag ik het zo zeggen, wapens in is tegen COVID-19. En daar blijven we dus ook echt aan vasthouden. Ik vind niet dat het onmogelijk is. In Amsterdamse binnenstad, in andere binnensteden, op campings, in cafés, op terrassen. Wat we af en toe hebben. Mondkapjes wel een noodzaak gaan worden. Net als wat we hebben gezien, een tijd geleden bijvoorbeeld, is dat de burgemeester van Leiden enige tijd de binnenstad daar heeft afgesloten. Ik weet bijvoorbeeld burgemeester Remkes heeft hier op enig moment een markt afgesloten, omdat het, ik zal maar zeggen, het loopverkeer te druk werd en die 1,5 meter in het gedrang kwam. Dat zijn concrete situaties waarin je dus echt kunt ingrijpen. En ondertussen gaat het om de mensen zelf. Want u slaat nog steeds een regel over. Vermijd drukte. En daar doe ik ook een oproep aan mensen. Bedenk nou dat misschien wil je ergens graag heen, maar als het te druk is, dan kun je daar gewoon op dat moment niet heen. Dan is het niet verstandig om dat te moeten doen. De laatste vraag nog. Kan de Nederlandse economie een hernieuwde lockdown betalen? U gaat uit van een wel erg vergaande assumptie, namelijk dat we straks weer heel vergaande maatregelen zouden moeten nemen. En ik moet u er echt op wijzen, we hebben in Nederland niet, wat een definitie is van lockdown, hebben we hier uiteindelijk niet gehad. We hebben juist met elkaar gezegd, we blijven weg van het volledig, helemaal dichtgooien van alles in de maatschappij. Meneer Grapperhaus. Je noemt al de steden, de Amsterdam, Den Haag, Hillegom. Er zijn overal lokale uitbraken. Goes ook. Goes, inderdaad. Zou een mogelijkheid zijn dat er inderdaad, u heeft het net al even gezegd, maar dat er een regionale lockdown zou komen? Weet u, op dit moment gaat het in de vorm van dat er, laat ik zeggen, te lokaliseren uitbraken zijn waar de GGD ook echt goed op ingrijpt. Ook met dat contact- en vervolgonderzoek. En dat loopt goed. Ik heb gezegd, en dat herhaal ik op een eerdere vraag van een van uw collega's, dat we inderdaad niet moeten uitsluiten dat je op enig moment een verdergaande maatregel moet nemen. Dat je maatregelen moet nemen die regionaal doorwerken. Laten we echt het met elkaar niet zo ver laten komen. Je kunt het niet uitsluiten. Want er is bijvoorbeeld vannacht nog was er een feestje in Den Haag, in de wijk Transvaal. Ja, er komen 40 jongeren bij elkaar. Die zeggen, ja, corona bestaat hier niet. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Ik zou tegen hen willen zeggen, jullie hebben niet goed opgelet. Corona is helaas wereldwijd overal aanwezig. Jullie hebben niet goed opgelet. En als je desondanks toch vindt dat je dat soort dingen moet doen, dan is dat asociaal. Ik vind dat je jezelf op die manier buiten je eigen gemeenschap plaatst. Want je doet het dan alleen maar het leven voor jezelf en niet voor de kwetsbaren in je omgeving die jij ook zelf zou kunnen zijn. Want wat we merken is dat de laatste tijd juist veel jongeren het virus krijgen, zoals u wellicht weet. En nog één vraag over de boerenprotesten. Bent u tevreden hoe die zijn verlopen vandaag? Want daar was de 1,5 meter ook best een probleem. Ja, maar weet u, daar heeft de veiligheidsregio, ik heb ook gebeld met de voorzitter. Ik had geen tijd om te appen. En ik heb hem gezegd, ik heb hem complimenten gemaakt over de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Hij had me daar goed van op de hoogte gehouden de afgelopen dagen. En ze hebben daar ook op ingegrepen. En ik moet ook dat zeggen dat de boeren daar vervolgens gehoor aan hebben gegeven. Dus ik denk dat de veiligheidsregio, het is hun prestatie, dat echt op een goede manier gemanaged hebben. U bent blij dat het is verlopen?
Ik zeg net, ik vind dat ze dat op een goede manier gemanaged hebben. En verder als minister van Justitie en Veiligheid ben ik de laatste om zich verder uit te laten over hoe de demonstraties, wat mensen daar zeggen of doen. Want dat respecteer ik volledig. U bent niet zover om ook bijvoorbeeld demonstraties te verbieden? Dat doen we hier niet in dit land. En ik wil u er nogmaals aan herinneren, we hebben aan het begin, heeft premier Rutte toen uitgelegd, steeds uitgelegd, wij zijn een vrij land. Wij gaan niet allemaal enorme maatregelen zoals een noodtoestand, dat doen we niet. We gaan ook geen demonstraties verbieden. We zeggen wel, dat heb ik vandaag ook nog aangegeven, we zeggen wel, als je demonstreert, hou je aan de regels. En die zijn op dit moment 1,5 meter afstand, vermijd drukte, laat je testen en blijf thuis als je klachten hebt. Nou, u kent. Meneer Grapphuis, als u naar het gedrag kijkt van sommige mensen, denkt u dan ook, die communicatie over die regels heeft tekortgeschoten? Ik moet u zeggen, ik reed een stuk door Nederland eerder deze week. Ik zag overal bij de snelwegen die borden, ook in het Engels. Avoid busy places. Ik weet niet of het helemaal correct Engels is, maar het stond er in ieder geval. Het was goed te begrijpen. Ik zie het in de televisie een keer in zo'n balkje voorbij komen. En ik kijk heel weinig televisie, dus dat zegt wat als ik het gezien heb. En ik heb ook echt het idee dat van schoolkinderen tot en met bejaarden, dat ieder die regels kent. We zullen zeker als overheid er aandacht aan blijven besteden. Maar ik sta hier omdat ik wel vind, als ik een aantal keren complimenten heb gemaakt voor uw camera's aan het Nederlands volk, dat ik ook moet zeggen, mensen, nu gaat er iets niet goed en jullie moeten echt je gedrag aanscherpen. En waarom komt het dan bij sommigen niet aan, denkt u? Ik denk dat het bij iedereen best aankomt, althans het bericht waar ik net ook op antwoordde. Ik denk dat mensen echt wel die berichten meekrijgen en ook weten hoe gevaarlijk het is, het coronavirus. Hier speelt een heel klein beetje dat omdat we met elkaar dat virus zo omlaag hebben gekregen qua verspreiding, een beetje toch bij mensen iets kan ontstaan van, nou ja, het gevaar, nou, dat is toch eigenlijk weg. Maar dat is niet weg, ook als je het niet direct ziet. Dat virus is een heel onzichtbaar beest. Even over de bevoegdheden van het lokale gezag. Want sommige mensen wordt aangeraden om in quarantaine te gaan, maar dat kan niet altijd verplicht worden. Moet dat wat u betreft veranderen? Op dit moment vinden we dat dat met dat dringend advies van quarantaine, dat doet nog steeds een beroep op verantwoordelijkheid van mensen. We zien dat echt overgrote deel van de mensen zich daar ook aan houdt. En dat vind ik te waarderen. En ik vind ook hier weer, als wij zo'n samenleving zijn waarin we op democratische wijze elkaar wat ruimte in dat opzicht gunnen, dan vertrouwen de mensen ook dat ze het echt gaan doen. Dus niet verplicht quarantaine opleggen? Nou, het is een heel dringend advies en dat komt er toch eigenlijk op neer dat je toch echt wel moet gaan doen. Ander lokale bevoegdheid. Zou je misschien ook lokaal kunnen zeggen, daar moet je wel mondkapjes dragen, bijvoorbeeld in de winkelstraat? Weet u, ik zie dat de adviezen van het OMT hier heel, van het Outbreak Management Team hier heel consistent in zijn geweest, telkens. Was die handen, vermijd die drukte, blijf thuis bij klachten en hou die 1,5 meter. Dat heeft ons enorm geholpen en laten we nou echt daar met z'n allen aan vasthouden. En daar zie ik op dit moment niet een advies van hetzelfde Outbreak Management Team om daar nog andere dingen aan toe te voegen. En laten we het dan ook zo doen. Gisteren was de reactie van Volksgezondheid nog. Omwille van de tijd is er nog ruimte voor 1 en max 2 graden. Minister Grapphuis, als het kort mag. U heeft een analyse dat u zegt, nou ja, misschien worden mensen ook wat makkelijker omdat ze denken dat het virus nu wat minder actief is. Maar zou het niet kunnen zijn dat ook horecaondernemers, waar het soms veel te druk is in hun zaak, mensen in de winkelstraten zoiets hebben van, nou, dat wordt toch niet gehandhaafd, want de kans op een boete is daarmee zo klein dat het niet zoveel uitmaakt. Nou, dat lijkt me voor veel van die ondernemers niet verstandig, want ze hebben vaak vergunningen. En die vergunningen die hebben ook gewoon in algemene zin, dus ook los van COVID-19, voorwaarden op het punt van publieke gezondheid en veiligheid. En dat heb ik ook steeds gezegd, ook in de gesprekken, van luister, de primaire verantwoordelijkheid berust bij de ondernemer zelf. Daarnaast wordt er gehandhaafd en het is zo
dat we wel erop moeten kunnen vertrouwen dat het uit drie factoren bestaat. 1, de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Waarom zou je nou in een café gaan zitten of op een terras en zeggen, ik ga me niet aan die regels houden? Je kunt je toch beginnen met je aan die regels te houden. En dan is het 2, de verantwoordelijkheid van de horecaondernemer of de bioscoopondernemer of de wat dan ook ondernemer om te zeggen tegen de klant, je moet je aan die regels houden. En dan zijn er klanten die dat keihard in de wind slaan. Ik heb daar inderdaad ook met horeca mensen ook over gesproken, hoe vervelend dat is. En dan zijn er ook echt handhavers die optreden. En daar hebben we ook met de veiligheidsregio's goede afspraken over. Heeft de overheid niet de verantwoordelijkheid om nu al harder te gaan handhaven? Nu direct meer boetes uit te leggen. Ook om mensen te beschermen die in de buurt wel zich aan 1,5 meter willen houden, maar in de buurt komen van mensen die dat niet doen. Kijk, we handhaven. Laten we even dat misverstand uit de weg ruimen dat er niet wordt gehandhaafd. Wacht, nee, maar dat gebeurt wel. En dat u dat niet altijd ziet, dat is dan heel spijtig, maar dat gebeurt. Het punt is dat je kunt niet op alle plekken in het land helemaal tegelijk zijn. Want dan zouden ongeveer 1/4 van de bevolking handhaven moeten zijn. Laten we daar heel reëel over zijn. Dus we zijn afhankelijk van de verantwoordelijkheid van mensen zelf. En als dat op enig moment, vandaar dat ik hier sta, als mensen tegen elkaar zeggen, ja, we zien dat eigenlijk niet meer zo nodig en we blijven toch die lacunes in ons gedrag maar gewoon voortzetten, ja, dan kom je op het punt dat je veel strenger gaat handhaven en dan krijg je ook over een tijdje dat je zegt, dan moeten we echt nog eens heel erg heroverwegen hoe het met die maatregelen zit. En dat willen we niet, want nogmaals, ik zeg het nogmaals heel simpel, deze versoepeling hebben we met z'n allen verdiend met elkaar. En laten we dan ook die verdiensten vasthouden met elkaar. Toch heeft het kabinet eerder gezegd dat als het reproductiegetal te hoog zou zijn, boven de 1, dat er dan toch weer maatregelen nodig zouden zijn. Nu is het boven de 1, maar ik hoor u daar niet over nu. Wij hebben als kabinet heel duidelijk gezegd, wij houden dat dashboard dagelijks in de gaten. Wij zullen aan de hand van dat dashboard ook echt kijken wat er moet gebeuren. Wij vonden dat het echt in het licht van de ontwikkelingen van belang was dat ik hier vandaag echt een waarschuwing zou geven. Zou zeggen, mensen, we moeten dat gedrag aanpassen. Ik vind ook, als je nog kijkt naar wat we in die 3 maanden bereikt hebben met elkaar. Dat klinkt misschien wat gek, maar dan vind ik ook dat de Nederlanders verdiend hebben dat we niet meteen nu de boel op slot draaien. Maar dat we wel zeggen, mensen, pas je gedrag aan. Let nou op die regels en leef ze na. Nou, dat is een insteek die we hebben en ondertussen houden we zeer goed met de deskundigen in de gaten hoe de ontwikkelingen zijn. Gaat het kabinet hier nu op een andere manier over communiceren? Nu de afgelopen 3-4 weken geen persconferenties zijn geweest? Nou, kijk, we hebben die afgelopen paar weken geen persconferenties gehad, omdat we heel duidelijk zagen dat er een consistentie was in die lage lijn en ook in dat het draagvlak onder de bevolking van de regels, ook in het licht van de versoepeling. Ik sta hier vandaag omdat ik echt duidelijk wil maken namens het kabinet. Mensen, we moeten dan ook echt wel vasthouden aan die regels. En iedereen moet dan ook zijn gedrag daarop richten. En ik ga ervan uit, want er werd net gezegd of ik daarop hoopte. Nee, als ik zie hoe het de afgelopen maanden is gegaan, dan ga ik er echt vanuit dat Nederlanders toch echt het besef hebben met z'n allen. Iedereen dus, jongeren en ouderen, mensen in de stad en op het platteland, we moeten die regels naleven. Dus er komen geen extra persconferenties doen van andere manieren van communiceren? Nou, ik sta hier en dat is toch ook al mooi. Zeker. Nou. Gisteren zei het ministerie van Volksgezondheid, een stijging in het aantal besmettingen was eigenlijk wel te verwachten. En nu staat u hier te waarschuwen. Waarom staat u nou echt? Omdat u zich zorgen maakte of omdat de Kamer zich zo zorgen maakte en de samenleving zich roerde? Nee, ik sta hier omdat ik mij zorgen maak over de verslapping in het gedrag van de mensen ten opzichte van die regels. En daarvan zeg ik, dat mensen daar niet zorgen over maken. Nou, dat is mij niet iets van bekend. Ik heb heel duidelijk natuurlijk, dat zeg ik u, we hebben dagelijks met z'n vieren, minister Van Ark, minister De Jonge, premier Rutte en ik, gewoon contact met elkaar over de ontwikkeling. Het dashboard wordt heel goed bijgehouden. En wat we gewoon zien, is dat die lokale uitbraken die we hebben gezien, dat heeft allemaal gedragsaspecten. Zo ben ik ook mijn verklaring begonnen. Het is allemaal terug te voeren tot dat gedrag.
En dan vind ik wel dat ik als minister van Justitie en Veiligheid, die over de handhaving ga en over het zorgen dat die regels ook doorgaan en dat iedereen zich daaraan houdt, tegen de mensen moet zeggen, mensen, pak dat op. Oké? Goed. Dank u wel. Mensen, dank u. Bedankt.